Het valt me op hoe vaak je zijn naam nog iedere keer opnieuw tegenkomt in de krant. Ik bedoel, dat kan geen majeure politieke gebeurtenis zijn of iemand trekt weer vergelijkingen met mijn vader. Dat kabinet Den Uyl, dat was een feest geweest. Voor heel progressief Nederland. Hi Joop. Hi Joop. Daar. Een hulp. Zo. Oké. Okay. En een klein beetje voor straks. Mooi hoor. Ja. Zo, dat was politiek met passie. Met lachen, je was er dag en nacht mee bezig. Het was geen vak, het was een vreugde. Nee. Misschien was Joop toen 12, hooguit. Toen begon het al met die hang, werklozen. Dat hij tegen mij toen al zei, als ik groot ben, word ik minister. Nou, ik wist nauwelijks wat een minister was. En toen zei hij, ja, want dan ga ik er wat aan doen. Want die mensen hebben geen werk. Dus het zat er zo verschrikkelijk jong in. Ik denk dat hij op zich een heel aardig mens was. Een mens ook die betrokken was bij andere mensen in zijn buurt. Hoewel anderen dat waarschijnlijk zullen tegenspreken. Want stond je verder van hem af, dan leek het net alsof hij absoluut geen oog voor je had. Een hele krachtige, sterke denker. Razend intelligent, heel scherp in de kop. Prima, Joop. Zijn de bloemen voor prima, prima, prima. Ja. Waar heeft hij gekocht, Joop? Mag u drie keer rijden? Ja, buitenland. Van wie heeft u die gehad? Nou ja, dat zeg ik niet. Een begeesterd politicus, een visionair. Maar ja, soms ook iemand die hopeloos verstrikt raakte in zijn eigen aanpak. En dan bij wijze van spreken de achterdeur niet meer wist te vinden. De vergadering wordt hervat. Het woord is aan de minister-president. Meneer de voorzitter, ik heb de Kamer mee te delen dat hedenmiddag de zes ministers van KVP en HR-partij hun ontslag. Joop den Uyl. Zijn droom ging aan gruzelementen met de val van zijn roemruchte kabinet in 1977. Zelf bleef hij lang geloven in een vervolg, een tweede kabinet dat zijn naam zou dragen. Het kwam er niet. Voor de een was hij een held die vocht voor de gewone man. En voor de ander was hij een drammer die veel te veel geld uitgaf. In elk geval is hij een mythische figuur in de vaderlandse politieke geschiedenis. Vanavond in Hoge Bomen een persoonlijk biografisch portret van Joop den Uyl. In vroege jaren was mijn vader natuurlijk toch het schoolvoorbeeld van de afwezige vader. Hij was door de week zelden 's avonds thuis, kwam laat thuis, ging vroeg weer weg. Toen ik jong was, was hij er in het weekend eigenlijk altijd. Hij stopte de kinderen in bed, las ze voor en hij kookte af en toe. Ik herinner me nog dat hij had een paar van die recepten die altijd gingen. Macaroni en zo, lekker ook. Mijn moeder was natuurlijk de manager, zo zag ze zich ook. En met zo'n groot gezin, 7 broers en zusters uiteindelijk. Alle kinderen hadden klussen en taakjes. En mijn moeder moest zorgen dat daar ook inderdaad wat gebeurde. Want dat was natuurlijk heel veel werk. Verder hadden we in huis een goede cultuur van briefjes schrijven. Dus je legde briefjes op tafel of als je boos was onder iemands hoofdkussen. En dan kreeg je een briefje terug. We kampeerden altijd met 3 tenten. 1 voor mijn ouders en dan 1 voor de meisjes en 1 voor de jongetjes. En met een auto waar een heleboel in kon en een hond. Mijn vader had heel erg wat geluksgevoel van op de eerste ochtend van een kampeervakantie voor het eerst uit je tentje kruipen en dan door dat gras naar een stoeltje, in dat stoeltje gaan zitten, om je heen kijken, grazen, bomen,
mooi uitzien en denken, oh, wat mooi. Goh, wat is het toch heerlijk om buiten te zijn. Eindelijk met de blote voeten in het gras. En we hebben heel veel van Oost-Europa gezien. Finland, Zweden, Noorwegen, Rusland, Griekenland, Turkije, Spanje. Nou, gewoon heel Europa afgestroopt. Dan zag je de schrilheid van de tegenstellingen in hoe mensen kunnen bestaan. Mijn vader had van huis uit een strak gereformeerd normen- en waardestelsel. Een echt klassiek-calvinistische inslag. Hij was een heel gedreven mens en vooral gedreven door de behoefte iets in zijn bestaan te doen dat zin had. En zin hebben betekent iets doen voor mensen, voor medemensen. We hebben een opdracht, we hebben een boodschap. Vijftien is Joop, wanneer hij samen met zijn twee broers, twee zussen en zijn moeder in dit huis in Hilversum komt te wonen. Loop naar boven, kom naar achter. Oké. Voor zijn moeder is het een zwaar bestaan. Ze runt nu in haar eentje het gezin en de mandenmakerszaak van haar inmiddels overleden man. Nou, kijk, dit was zijn kamer. Ja. En dan moet je denken dat. Dit was er niet in. Nee. Dus dat was zo, dan stond zijn bed zo. En dat raam was er ook niet. Dus het was een kamer van 1 bij 3, zeg. Anderhalf bij 3. Ja, alleen dat raam was er natuurlijk altijd. Aha. Dat was het raam en dan had hij hier zijn bed staan, zo. Ja. En dan zat hij hier zo bij, onder het raam en bij het raam. Zat hij altijd te lezen, te werken. Ja, ja. Goed, ja. Het is wel krappe meten, hè? Ja, maar als dit eruit is natuurlijk, maar kijk, dit is natuurlijk... Wat voor band had Joop met zijn moeder? Oh, een hele sterke band. Ja, die heeft hij natuurlijk heel lang meegemaakt. Wat was het voor vrouw? Een hele sterke vrouw. Een zakenvrouw. Heel intelligent. Las heel veel. Wij zijn allemaal opgevoed eigenlijk met gedichten. Op de tafel het boek. In de kast het brood waarnaar ik zoek. Komt langzaam bloot een heldere spiegeling. Een zuiver uur. Wat voor rol speelde het geloof in het gezin? Ja, dat was wel de hoofdmoot. Mijn moeder die vond ook, ja, als je niet in God geloofde, ging je wel naar de hel. Nou, en toen... Ik herinner me nog de dag van gisteren dat hij zei, zo, dus u bent gelukkig en uw buren zijn ongelukkig. En daar kan u mee leven. Dan was hij nog een jaar of 11. Joop was natuurlijk heel vroeg rijp in zijn geest. En dan kon hij toch bij die moeder terecht. Want mijn moeder ging altijd naar een politieke vergadering, de AR... En dat heeft Joop toch, totdat hij thuis bleef, ik geloof dat hij 18 was toen, heeft hij nog vols rondgebracht aan de AR. En dit is mijn vader. Oké. Nou, en daar heeft hij toch wel iets van, vind je niet? Ja. En hij is dus overleden toen Joop 10 was? Ja. En u 8? En ik 8, ja. En hij was 45, ja. De hele familie ging om het bed heen zitten en zat te wachten op de dood, ook Joop en ik. En dan blijven natuurlijk van die punten blijven duidelijk. Ik weet nog dat Joop werd niet goed. Hij moest braken en zo. En toen mocht ik ook weg. Waarom moest Joop braken? Nou, ik denk dat hij er niet tegen kon. Hij zag uw vader liggen? Stervende, ja. Al voor de oorlog gaat Joop den Uyl studeren in Amsterdam. Hij twijfelt nog tussen theologie en economie... Maar het wordt toch dat laatste. En in die oorlogsjaren zweert hij het geloof af. Het heeft te maken met de verschrikkingen van de oorlog... maar ook met de onwaarschijnlijkheid van het scheppingsverhaal. En in diezelfde tijd komt hij in deze boekhandel in de Utrechtse straat... Lisbeth van Vessem tegen. Een niet-christelijk meisje met wie hij een passie deelt voor literatuur, voor poëzie. Mijn moeder werkte bij boekhandel Quirido. En mijn vader kende...
van Oorschot, de uitgever. En die heeft op een keer tegen mijn vader gezegd... weet een leuk meisje voor je. We hebben dus samen voor het eerst ontvangen. En hoe was die bijeenkomst? Ze heeft op een top gevoeld dat zij niet het meisje was... dat mijn moeder voor haar jongen zou kiezen. Dat heeft ze natuurlijk gevoeld. Dat kan niet anders. En wat was het dan waarin zij voelde... dat is niet het meisje voor mijn jongen? Nou, dat was natuurlijk omdat het geen christelijk meisje was. Over en weer waren de beide ouders niet wild enthousiast. Mijn grootvader die had ook zoiets van... ja, moet dit hem nou zijn? Maar daar hadden ze allebei niet zoveel boodschap aan, hoor. Zij vonden van wel. Hoe vond uw moeder dat? Dat hij anders over het geloof ging denken? Dat was vreselijk. Joop komt in de hel, dacht ze. Nou, zo zei ze het niet, maar hij ging verloren. Ze waren het dus heel erg oneens over het geloof. Zij heeft ontzaglijk veel moeite gehad met het feit... dat hij toch zo tijdens de oorlog dat geloof kwijtraakte. Vond ze erg. Vond ze echt erg. Hij is toch altijd blijven geloven dat er wat was. Willem zei hij, ik weet het niet. Ik heb hem nooit horen zeggen, er is geen God. Ik groei steeds vaster in de waarheid en word door elk als gereformeerd herkend. Alleen het verschil tussen God en de schemering is mij te vaak nog onbekend. Na de oorlog bekleedde jonge Joop den Uyl diverse functies. Zo is hij ambtenaar bij de gemeente Amsterdam en plaatsvervangend hoofdredacteur van het weekblad Vrij Nederland. Begin jaren 50 staat hij voor een beslissende keuze. Word ik wetenschapper of politicus? Hij kiest voor de politiek. Bij de duplieken wist midden voor Berkhouwer met een geslaagde soloactie Nederland weer een leidende positie te bezorgen. Maar op de publieke tribune bleek men toch nog te vroeg te hebben gejuicht. Want Lefevre bracht de Partij van de Arbeid in de persoon van linksback den Uyl ten val en de partijen op gelijke voet. 3-3 dus. Een resultaat waarbij de twee ploegen zich uitgeput moesten neerleggen. Waarin die bijzonder was, was dat ja, de verbeelding aan de macht... dat hij politiek heeft laten zien. Niet als een vak, want het vond het geen vak. Hij vond het toch een soort van roeping. Van iets waarin je dienstbaar opstelt voor de mensen. De ministers poseerden ongedwongen en ervaren. En dat deden ze enige dagen later opnieuw... toen het kabinet voltallig bijeen was in de historische Trijvenzaal. Met de heer Vondeling is minister Biesheuvel vicepremier. Naast minister Den Uyl, de minister van Defensie, De Jong, die in functie bleef... evenals de heren Bot, ontwikkelingshulp en Luns, buitenlandse zaken. In het midden premier Kals, wien als leider van de nieuwe regering een zware taak wacht. Na zijn ministerschap op economische zaken volgt in 1973 de kroon op Den Uyls politieke carrière. De PvdA-leider wordt minister-president van een kabinet dat bestaat uit 6 partijen. De debatten tussen oppositieleider Hans Wiegel en premier Den Uyl zijn legendarisch. Een woord is lichter dan een duivenveer, zegt hij. Stijlvol. Wijs. Wat kunnen wij toch blij zijn met zo'n premier? Zo zijn en laat dat tot de mensen doordringen. Die boodschap. Je moet ons op 25 mei daar neerzetten. En zorg er dan ook voor. De oliecrisis. Lockheed. De zaak Menten. Abortus. Tijdens het bewind van Den Uyl is er altijd wel een grote kwestie die speelt. En alles is hier vastgelegd in de handelingen van de Tweede Kamer. Het is ook de tijd van de leuke dingen voor linkse mensen... De laagste lonen en de uitkeringen gaan omhoog. Er is veel meer geld voor de AOW. En werknemers krijgen aanzienlijk meer invloed in hun bedrijven. Het kabinet Den Uyl is, met dwarsligger Van Agt op justitie... zonder twijfel het meest progressieve kabinet van de 20e eeuw. Oh, nee, ja. Ja. Ja.
Hij komt binnen gewoon de deur opengooien en weer achter zich dichtkwakken. En iedereen die daar de film van zou zien, die zou zeggen van... wat een rare, Norse, chagrijnige man komt daar binnen. Goedemorgen. Mooie foto's in de krant weer. Ja. Hij kwam altijd te laat en dan was een... en dan liep hij zijn kamer in en begon daar wijze van spreken. En dan riep hij iemand of hij moest naar een vergadering en was alweer te laat. Dat was meestal wel brommerig, ja. Koffie. Het was een mateloze man. En zeker in de besteding van zijn 24 uur per dag was het een mateloze man. Van der Graaf wil graag mee naar het katshuis rijden straks. Dat, ja. Even kijken hoor. Holtzler had iets neergelegd. Wil hij graag ook voor 10 nog even antwoord op hebben? Nee. Hij kon je genadeloos uitdagen en ook hard laten werken. En dan moest je wel een bijzondere prestatie leveren. Wilde die dat ook als zodanig waarderen en herkennen. Ze was hard voor zijn omgeving, ook voor zichzelf. De Uil vond het verrukkelijk om te debatteren. Dat vond hij verrukkelijk. Hij ging daar helemaal in op. Zwelgde in het debat. Tot iedereen er kotsmisselijk van, wat en de, van was. En dat ze dachten, laat hem nou zijn zin maar geven. Anders houdt het nooit op. Joop, beslist maar iets. Of laten wij maar iets beslissen, maar we willen naar huis. Ik weet bijna zeker dat het ook wel eens opzet was. Dat hij een uitputtingsslag begon. En dat hij dacht, die win ik toch. Wij geloven in de droom van die andere samenleving. En die droom zal nooit sterven. De intensiteit waarmee die man leefde, was allemaal emoties. Allemaal emoties. Als je bijvoorbeeld tegen hem zei van, goh Joop, wat aardig van je. Of wat goed dat je daaraan gedacht hebt, iets vriendelijks. Dan kreeg hij een soort houding van onzekerheid. En dan kon hij zo een beetje happen. Als je hem dan goed kende, dan zag je, oh ja, hij is emotioneel. En je bent weer de beste, de held van het oosten en het westen. Gooi die twee taken nou maar in de gracht. Hij had goudtranen. Ik heb heel wat keren meegemaakt dat hij een moeilijke periode had. Dat hij op het congres werd toegejuicht en dat hij zijn tranen niet kon bedwingen. In beginsel kwam ik eenmaal per week bij hem op lunch. Plakje kaas. Een glaasje melk. Het heeft heel wat gebotst. Maar er was geen sprake van haat. Er waren momenten waarop ik me duidelijk door sympathie gedreven voelde. En ik denk hij soms ook nog wel. Ik ben daar iets negatiever over. U denkt dat Den Uyl hem niet mocht? Nee, au fond niet. Nee. Van Acht had in essentie grote bewondering voor hoe Den Uyl dingen aanpakte. Dat zag hij gebeuren. Kon hij ook niet tegenop. Ik bedoel, daar gaf hij ook uitdrukking aan dat hij zich volkomen verslagen voelde in debatten met grote Den Uyl. En omgekeerd, Van Acht had een methode om zich te onttrekken aan communicatie en overleg. En dat intrigeerde Den Uyl, want die kon zeker bewondering opbrengen voor de spirituele kracht van Acht. Dus haten niet, ondershuidse bewondering. Maar ja, ze zaten elkaar natuurlijk voortdurend in de weg. Van Acht die straalde dat oud-katholieke gevoel uit. Ach, als we het vandaag niet goed doen, dan wordt het ons morgen wel vergeven. Nou, dat ging zo tegen het gemoed van Joop in. Dat vond hij helemaal niks. Dat vond hij ook verwerpelijk. Den Uyl had een beetje weinig relativeringsvermogen. Hij straalde in ieder geval vaak uit dat
dat hij dacht dat als hij het niet zou redden, als hij het niet zou winnen, dat er dan iets rampzaligs gebeurt. Maar dat was geen enkel beletsel om de volgende keer weer zijn hele ziel en zaligheid eraan te verbinden. Was dat zijn kracht? Ja, en zijn zwakte. Maar het was zijn zwakte vooral naar zijn tegenstanders. Dat die kreeg een hekel aan hem. Ik herinner mij dat Van Acht stond in de deuropening en riep... Is ome Joop er? Ja, ik noem hem ome Joop. En zijn deur stond ook open en je zag hem dan krimpen van... ja, maar ook het taalgebruik, hè, ome Joop. Want Den Uyl was toch een man die hecht aan een bepaalde vormelijkheid, beleefdheid. Ja. Jongen, wat is dat een onschuldige en toch wezenlijk aardig bedoelde bijnaampje misbruikt en verkeerd verstaan als honend, snierend. Helemaal niet. Hij is wat ouder dan ik, hij heeft veel meer politieke ervaring dan ik. Ik kan nog een hoop van hem leren. Hij heeft een dichterlijke inslag. Er zijn ook redenen om van hem te houden. Ome Joop. Had een Uyl een hekel aan vannacht? Nee. Zijn vrouw had een echte hekel aan hem. En die heb ik er ook wel eens van verdacht dat hij daarna een beetje opstookte. Lisbeth? Ja. Ik zat Joop te veel dwars. En dat kwam wel bij, denk ik, dat Lisbeth was sterk verbonden aan de feministische beweging. De rode vrouwen? De rode vrouwen. En nou was ik dan degene die zo moeilijk begon te doen over de hand over hand toenemende toepassing van abortus tot in verre late zwangerschappen toe, zelfs Bloemenhoven. Baas in eigen buik? Ja. Ik weet wel dat mijn vader oorspronkelijk vanuit klassiek bijbelse scholing heel veel tegen abortus was. Was het dan zo dat je moeder en je zussen probeerden hem te overtuigen van hun standpunt? Ja. Die discussies waren meestal nogal fel. Hij is mede onder invloed van mijn moeder toch echt wel opgevoed in emancipatie en feminisme. We zijn mooi versierd. Ik denk dat Lisbeth een van de meest openlijke, directe criticasters was van Den Uyl. Zij waren, denk ik, ook het eerste echte politieke echtpaar. Hoe kwam dat zo? Omdat mijn moeder zelf ook ambities had. Ze was actief in het vrouwencontact van de Partij van de Arbeid, later de Rode Vrouwen. Ze heeft altijd aan de weg getimmerd. Ze heeft wel gevoeld van, door hem heb ik geen carrière kunnen maken. Dat zei ze ook wel. Hij vond het niet lastig. Wel niet altijd eenvoudig om te hanteren. Ze waren zo aan het discussiëren met een zaal ook. En ineens sprong Lisbeth Den Uyl op en riep... Ik vind dit heel vervelend. Alleen maar mannen aan het woord. Bah, dit wil ik helemaal niet. En dan zag je hem helemaal ontredderd. Ik was bijna bang voor haar in dat soort situaties. Was het een harmonieuze relatie? Voor zover het aan buitenstaanders verscheen als ze samen waren, was dat niet het eerste waar je aan dacht. Het is wel zo dat als zij er niet bij was, dat hij met grote liefde over haar sprak. Hij had enorm respect voor mijn moeder, haar kwaliteiten. Hij vond haar eigenlijk slimmer dan hij was. En zij had een heel scherp oog en oordeel over andere mensen. En die wou ik altijd wel graag horen. Hielden ze van elkaar? Ze hadden een hele diepe band. Houden van vind ik altijd heel lastig. Ja, nou, ik zie hem s'avonds. Ik denk wel dat het een heel goed samenwerkingsverband was. Want
Hij had natuurlijk wel die hele christelijke opvoeding. Hij zat daar in progressieve politiek. En wat ik wel vaak merkte was dat er van thuis, dus niet alleen Lisbeth, maar ook de kinderen, dat daar over onderwerp gepraat werd. Maar dat ook de goede richting werd aangegeven, bij wijze van spreken. Dat hij het thuisfront nodig had om, om door te kunnen gaan op die lijn. Het was een periode, de jaren 60, 70, met heel veel veranderingen. De hippies, lang haar. Kon hij daar wel mee uit de voeten? Uiteindelijk wel. Kijk, hij reageerde daar in eerste instantie altijd echt heel negatief. Op een gegeven moment ging ik mijn haar steeds langer dragen en hij je moet naar de kapper. Drugs, wat vond hij daarvan? Je had toen echt die hashies. Hashies, ja, ja, ja. Ja, daar was hij niet enthousiast over. Dingen als de maagdenhuisbezetting. En dan was hij, zijn primaire reactie erop was puur afwijzend. Van ja, dat doe je niet. Dus het was eigenlijk wel een beetje behoudende man in een rumoerige tijd. Nee, want dat had meer te maken met het feit dat hij pas omging, zal ik maar zeggen. Of zich uiteindelijk openstelde voor iets. Als hij het helemaal geproefd en getoetst had op, in discussies vooral. Hij omringde zich ook altijd met jonge medewerkers. Hij wilde altijd heel veel tegenspraak. Mensen konden hem soms echt wel villen, omdat hij ze altijd prikkelde om te argumenteren. Maar op een gegeven moment was hij er en dan ging hij ervoor. Dat hedenmiddag de zes ministers van KVP en AR-partij hun ontslag hebben aangeboden aan de koningin. De ministers van Partij van de Arbeid, PPR en D66 hebben in dit feit aanleiding gevonden hun portefeuilles en functies. Wij hebben zojuist afgelegd dat wij die waardig en zelfs indrukwekkend hebben gevonden. Hallo, dat wil ik maar even kwijt. Het gaat je goed. Dag Joop. In maart 1977 valt het kabinet over de grondpolitiek. Den Uyl is nu demissionair premier en wordt geconfronteerd met misschien wel het grootste drama uit zijn loopbaan. Gewapende Molukkers bezetten een school in Bovensmilde en kapen een trein bij de Punt. De Molukkers eisen steun van de Nederlandse regering aan een onafhankelijke Molukse republiek. Den Uyl moet de crisis zien te bezweren, samen met vier andere ministers, onder wie uitgerekend zijn kwelgeest Dries van Agt. Het was natuurlijk een hele principiële man. Kim komt heel vaak tegen dat gereformeerden een houding hebben bij bepaalde principes, en tot hier en niet verder. En zo was hij ook. En ik denk dat hij zich ooit heeft voorgenomen dat zolang ik hier zit, zal er geen geweld worden gebruikt. Hij bleef maar ja en ja maar zeggen en andere ideeën opbrengen en uitstel bepleiten. Waar ik in de loop der jaren steeds meer waardering voor heb gekregen, is dat hij zo duidelijk liet merken dat ook de dood van de gijzelnemers hem beroerde. En dat ook dat iets was wat hij wilde vermijden. We hebben op een gegeven moment hebben gezegd, nou moeten we maar even hoofdelijk de stemming houden, want we kunnen hier toch niet dagen over bezig blijven. En toen werd besloten dat dat deel van die trein waar die gijzelaars zaten, of de gijzelnemers moet ik zeggen, dat die trein gewoon doorzeefd zou worden. Daar kwam het op neer. Dus die gijzelnemers werden geliquideerd. Joop was het er niet mee eens. Trouwens, Harry van Doorn, CRM,
Toen PPR ook niet. Dus het was 3-2. Maar Joop heeft toen onmiddellijk na het nemen van die beslissing gezegd... Ik was het er niet mee eens. Ik begrijp wel waarom jullie het toch liever wel willen. En vanaf nu is het een beslissing van ons allemaal. In die nacht, dat crisiscentrum, dat was ook ministerie van Justitie, zat vannacht achter zijn bureau de stukken die daar lagen af te doen. En in de kamer daarnaast, als een getergde leeuw, ijsbeerde Den Uyl door die kamer heen en weer, wachtend op het nieuws dat die mensen zouden zijn geliquideerd. Dat geweld nodig was om een einde te maken aan de gijzeling, ervaren wij als een nederlaag. Maar wij moesten het gebruiken om erger te voorkomen. Hij was wel heel geëmotioneerd. Hij was in tranen, hij was eigenlijk op de rand van wanhopig dat het zover had moeten komen. Maar de ferme bestuurder die op een gegeven moment wel een beslissing moet nemen, die bleek niet in hem te steken. Wat zegt dat over de slagvaardigheid van Joop den Uyl? Nou, dat zegt dit over Joop den Uyl. Dat hij absoluut niet slagvaardig is als het gaat om geweld te gebruiken. Om andere mensen te doden. En sterker nog, dat hij een afschuw heeft van dat soort slagvaardigheid. Dat is geen zwakte. Dat is een kracht. In mei 1977 zijn er verkiezingen en de Partij van de Arbeid boekt 10 zetels winst. De kiezer wil een tweede kabinet Den Uyl. En de PvdA-achterban die rekent zich al rijk. Maar Vannacht en zijn medestanders houden tijdens de formatie de poot stijf. En Den Uyl, die laat het allemaal maar gaan. Hij laat de formatie over aan Ed van Tijn. En als het hem door de vingers dreigt te glippen, slaat hij niet met de vuist op tafel en zegt hij niet: ik ben hier de baas. Den Uyl wil in zijn partij de boel bij elkaar houden. Het blijkt een fatale strategie. De onderhandelingen worden na 9 maanden afgebroken. Dries van Agt gaat regeren met de VVD van Hans Wiegel. Den Uyl heeft gegokt en verloren. En is veroordeeld tot de kamerbankjes. Rampzalig. Echt rampzalig. Dat is ook de grootste politieke mislukking uit zijn leven. En ook de grootste politieke fout, hoe je het ook went of keert. Hij was er verantwoordelijk voor. Dus daarmee is zijn neergang ook begonnen. Was hij gelukkig toen in de Kamer? Nee, absoluut niet. Nee. Je zag aan de man dat hij gewond was, dat hij geraakt was. Dat heeft hem ook flinke tijd gekost om zichzelf te hervinden. Ja, prima. En nu een beetje hier omheen. Nu weer terug. In 1982 is Den Uyl nog korte tijd minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Notabene onder zijn rivaal, premier Dries van Agt. Het vechtkabinet van Agt Den Uyl zit maar 8 maanden. De dagen van het leiderschap van Joop Den Uyl zijn geteld. Al blijft hij zelf geloven in die ene droom. En dat kabinet Den Uyl, dat komt er toch. Het feit dat hij buitenspel kwam te staan, dat heeft hem naar mijn gevoel die laatste 10 jaar nooit meer verlaten. Die teleurstelling en voortdurende vragen ook van wat had ik anders moeten doen, wat hebben we verkeerd gedaan.
Ik denk dat dat een hele belangrijke invloed op hem heeft gehad. Hij werd in de publiciteit toen een beetje weggeschreven. En dat heeft hem ontzettend pijn gedaan. Er werd ineens gezegd van Den Uyl, het is een gelopen, die man is oud. En dat is, hij moet maar eens opstappen. Dat begon toen een beetje te komen, die halverwege de jaren 80. En dat heeft hem erg pijn gedaan. In het lage land de noodklok luidt. De handen liggen willoos uitgestrekt. Ons lot is ons uit eigen hand genomen. Ik dacht, het leven moet maar kort meer zijn. Ik kwam hem op een avond tegen in het gebouw waar we allemaal zaten. En toen maakten we zo even een praatje op de trap en vroeg hoe het ging. En toen wankelde die opeens en toen pakte ik zijn arm zo. Toen zei ik, ja, je gaat toch niet van de trap vallen of zo? Toen zei hij, ja, dat heb ik de laatste tijd wel meer. En toen ging hij naar Afrika in september en daar is hij ziek geworden. En toen hij terugkwam, bleek na 3 dagen dat hij ongeneeslijk ziek was en dat er ook niks meer aan te doen was. Ik denk dat hij op een bepaalde manier natuurlijk primair droef en ook wel kwaad was. Hij had kanker in de hersenen en toen heeft hij nog 10 weken geleefd. Dus het was helemaal, ja, heel abrupt. Hij had natuurlijk eigenlijk allerlei dingen nog gewild. En er was geen mogelijkheid meer om daar nog wat mee te doen. Ik heb daar hard over gehuild. Ja, ik vond het heel verdrietig, ja, verdrietig. Wat toch heel bijzonder was dat het zoveel aandacht kreeg. En dat er zoveel aandacht was van zoveel mensen. Er kwamen heel veel briefjes binnen van mensen die mijn vader gekend had, of mensen die hij niet gekend had, maar voor wie hij belangrijk was geweest. Dus er werd heel hevig op gereageerd. Er gaat iets belangrijks weg uit je leven. Het is niet zomaar iemand die uit het politieke veld die weg is, maar er gaat iets voor jezelf gaat weg. Ik was vast en zeker van plan om daarheen te gaan. Maar aan de vooravond van die herdenkingsdienst in de Nieuwe Kerk Amsterdam belde Wim Meijer, fractievoorzitter toen. En Wim was er wat verlegen mee en wist blijkbaar niet hoe hij het moest zeggen. Hij zei, ja, ik heb een onaangename, moeilijke boodschap. Het bericht was dat daar toch vanuit de familie grote bedenkingen waren tegen de aanwezigheid van een paar mensen, in dit geval van 8. Wim zei dat Lisbeth had laten weten, had te kennen gegeven, als die komt, ga ik stennis maken. Dat waren, geloof ik, zelfs zijn letterlijke woorden aan mij. Eigenlijk wilde van 8 heel graag toch bij zijn. Hij beschouwde dat als ook een grote gebeurtenis, emotionele gebeurtenissen in zijn leven. En daar wilde hij bij zijn. Dus die kon dat maar heel moeilijk accepteren. Natuurlijk wist ik al lang dat Lisbeth mij liever zag gaan dan staan. Dat was al lang duidelijk. We hebben dat, toen ze dat zei, gewoon geaccepteerd als haar keus. En op dat moment ging haar keus voor. Punt. En er was ook verder geen discussie over. En dat hoeft ook niet. Was dat ook de wil van Joop geweest, denkt u?
Ik denk dat Joop had gezegd, nou kom. Leuk is het niet, maar... Laat het maar komen. Ja. Ik vind het verhaal met Den Uyl is, ook door de omstandigheden waardoor zijn leven ten einde kwam, dat is eigenlijk nooit goed afgehecht, zou je kunnen zeggen. Die man had er zoveel te vertellen. Hij wilde schrijven. Hij heeft ook enorm veel documentatie achtergelaten. En zijn denkwerk over verdere vormgeving aan de wereld, ook internationaal, ja, daar zat hij zich half op te verheugen toen die ziekte hem overkwam. En dat betekent dat hij meer, naar mijn oordeel, meer van betekenis zou kunnen zijn geweest dan hem uiteindelijk gegeven is.